je kan, ja, hij heeft dus die melodie genomen, Doch Nayi, en je kan heel goed horen eigenlijk dat het heel engelachtig is. Zeker het middendeel. Het begint eigenlijk met een soort ja, heel pastorale opening. En dan wordt ook meteen de melodie van het lied dus geponeerd. En dat komt de hele tijd terug. En dan is er eigenlijk een heel sprankelend middendeel. Ook letterlijk helemaal in de hoogste regionen van de piano. Het staat ook in C groot. Dat is een hele open hemelse toonsoort. En het lijken, ja, het lijken allemaal kleine klokjes die de engel eigenlijk vergezellen vanuit de hemel. En dan komen we langzaam. Weer eigenlijk, ja, komen we langzaam terug op aarde. Dan gaan we ook letterlijk steeds een octaaf naar beneden met die klokjes. En dan komen we eigenlijk weer, ja, hoe het in het begin was. Dus dan krijgen we die melodie terug. En het is misschien nog wel leuk om te vertellen dat ja, Doch Nayi was eigenlijk in zijn tijd een hele beroemde ja, componist. Maar hij was ook een hele goede pianist. Hij was ook dirigent. En ja, men denkt nu soms wel eens dat hij zei vaak van nou, ik wil gewoon hele mooie muziek maken. En hij had niet per se zin om heel erg tegen schenen te schoppen. Terwijl zijn tijdgenoot, bijvoorbeeld Bartok, waar ik straks ook iets van ga spelen, die deed dat wel. Die shakte eigenlijk ja, de hele muziekwereld op. En hij was misschien iets... ja, hij hield misschien gewoon van dingen die ja, net iets netter waren, maar daarom niet minder de moeite waard.
Dan het volgende stuk is tegelijkertijd Hongarije, maar ook meteen de link naar Slowakije. Want nu ga ik naar een stuk van Bartók, die dus een Hongaarse componist is, was. Maar dit is een stuk en het heet Drie Rondo's, gebaseerd op Slowaakse volksmelodieën. En ik ga daarvan het eerste rondo spelen. Ja, en een rondo, het zegt het eigenlijk al. Het is rond, dus er komt iets steeds terug. Dus steeds gedurende dit stuk komt er een bepaald thema terug. En ja, dat wordt eigenlijk meteen in de eerste paar maten wordt het geponeerd. En daarna kunt u er eigenlijk naar blijven luisteren, want het komt de hele tijd terug. En het is een Slowaaks kinderliedje. Zo klinkt het ook echt. Heel, heel speels en ook heel erg op, heel erg omhoog. En wat wel leuk is aan dit stuk is dat ja, Bartók is vaak sowieso pittig, vind ik. En in klankkleuren en is eigenlijk zelf ook heel erg op. En hij speelt ook altijd heel erg met tempi, met structuren. En dat kan je hierin heel duidelijk horen. En ook die tempi, hij wil de hele tijd dat je andere tempi neemt. Hij wil eigenlijk dat je het steeds sneller maakt. Nou, dat is een heel kort rondo, dus dan kondig ik daarna eventjes meteen de andere stukken aan. Dat is nog meer werk van Dohnányi, de componist die ik net speelde. Dit zijn twee delen uit de Ruralia Hungarica. Een suite die hij schreef voor solo piano. En het was eigenlijk een suite in opdracht. Namelijk, de stad Budapest bestond volgens mij 70 jaar. Was dus een eenheid, want daarvoor was het verschillende delen. En toen was het een eenheid en toen hadden ze gevraagd aan heel veel kunstenaars om iets te maken. En toen heeft Dohnányi ervoor gekozen om allerlei Hongaarse volksmelodieën te nemen. En daarvan dus een suite te maken voor solo piano. Ruralia, dus ruraal Hongarije. Dus het was niet per se Budapest, maar heel Hongarije dat vertegenwoordigd werd in dat stuk. En ik ga deel 3 en deel 7 spelen. Dus het derde deel en het laatste deel. En het derde deel is eigenlijk een hele mooie klaagzang. Maar als ik het niet verteld zou hebben, zou je het misschien niet weten. Omdat klaagzang, dan denk je meteen aan misschien zwaar. En bij momenten is het dat ook. Maar het is ook juist heel erg hoopvol. Zeker in de middendelen. En dan het laatste deel is een heel vurig, snel, finale deel echt van de suite. Maar eerst dus Bartók. Thank you.
Thank you.
Dank u wel. Dat was het Hongaarse / Slovaakse gedeelte. En dan gaan we nu naar het laatste stuk van het concert. En dan gaan we naar Polen. Ik trap de open deur in Polen. Ik ga Chopin spelen. Ik eindig met de Fantasie Impromptu in Cis Klein. Het is een vrij bekend stuk. Ik denk, als u het nu denkt, oh, ik ken het niet. Als ik het speel, dan heeft u het vast wel eens ergens gehoord. Het is al heel vaak gebruikt voor films. Maar wat nog niet zo bekend is, is dat het middendeel... Nee, wacht. Ik zal eerst even uitleggen hoe het stuk in elkaar zit. En daarna vertel ik over het middendeel. Het is eigenlijk een ABA-gedeelte. Dus dat betekent, er komt iets, dan komt er iets anders, B. En dan komt A weer terug. Dus dan komt er eigenlijk weer wat er in het begin was. Dus het begint heel stormachtig en bijna wanhopig. En dan komt er een heel lyrisch middendeel met een hele mooie melodie. Echt een oorwurm. Heel hoopvol. En dan komen we langzaam weer terug in de storm en in de heftigheid. En het middendeel is gebruikt voor heel veel popliedjes. Dus die melodie is echt heel vaak gebruikt. Misschien kent u I'm always chasing rainbows. Nou, die bijvoorbeeld. En I really can live without you. Allemaal Amerikaanse popliedjes. Daar is hij ook heel vaak voor gebruikt. Dus misschien herkent u die melodie ook. En bedankt, ik vond het fijn om te spelen. Thank you.
Ja, geef u nog maar een hartelijk applaus. Ja.